Misschien zelfs dingen uitleggen aan mensen. Nou. Ja, oké, okay, misschien duurt dat nog even. Je weet het niet, maar dat zijn wel dingen waar je nog verder in kan groeien. Ik had toevallig vorige week, dat was een dag na de promoties, dat ik met een best wel een nieuwe white belt ging rollen. Mm-hmm. En na 5 minuten zei hij van, ja, heb je nog tips voor me? Mm. Ik zei, ja, daar is de coach, vraag me wat tips alsjeblieft. Ga met hem rollen en vraag dan tips. Ja, ja, ja. Ik, ja, wat ga ik mensen nou weer tips geven? Dat slaat toch ook nergens op? Ja, ik snap het wel. Daar ben ik het ook wel mee eens. Straks zeg ik iets verkeerd. Nee, maar dat is ook wel een beetje de kunst. Als je een band krijgt, of nou blauw of een andere kleur is, geeft het inderdaad een bepaalde bepaalde verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is ook, oké, okay, je weet dat basisdingetje dus als blauwe band, anders krijg je hem niet. En er wordt er ook van verwacht dat je die basisdingetje wel een beetje kan uitleggen. En dat verschilt per gym qua criteria, maar in het algemeen als blauwe band kan je wel dingen waar jij heel goed in bent, bijvoorbeeld je bent best wel goed in de la riva, dan zou je heus wel kunnen uitleggen aan een beginner, hey, de la riva, moet je je hoek hier zetten en niet zo laag of niet zo hoog. Dat zijn dingen die je wel kan uitleggen. Dus je mag heus wel tips geven. Alleen het probleem is wat veel mensen hebben, en daar heb ik ook aan het begin een beetje last van gehad, die willen te veel details geven waar ze niks van weten. Hou het bij wat je weet, dan doe je je band wel ter ere, zeg maar.